Het is echt zoeken naar de blauwe gaten in het wolkendek. Toch wil de organisatie van het festival liever niet nadenken over het slechte weer. En we hopen er het beste van, maar als het morgen gaat plensen, ik kan er niks aan doen. Wij kunnen alles organiseren behalve het weer. Aan de versiering zal het dit jaar in ieder geval niet liggen. Meer dan 100 vrijwilligers zijn al dagen weer om alle podia en kroegen te versieren. Begin het jaar trok een sponsor namelijk zich terug en was er geen geld meer om de stad mooi te maken. Maar door de vrienden van Big Rivers in het leven te roepen, wordt nu alles toch nog mooi. Mevrouw ook druk aan het helpen? Ja, heel druk. Het is erg leuk om te doen. Maar zoveel vrijwilligers, waarom? Ja, het gebeurt door de hele stad, dus overal heb je mensen nodig. Het geeft gelijk een hele sfeer. Ik vind ook dat als je het niet zou versieren, dan zou er niet zoveel sfeer zijn, denk ik. Heel vaak zijn versieringen ook mooi. Ze worden ook met de hand gemaakt door de mensen. En je ziet dat heel mensen zijn heel creatief en kunnen hele prachtige en mooie dingen maken. Maar het is niet alleen de versiering die Big Rivers big maakt. Ook de artiesten, zoals deze top jazzartiest uit New York, Lonnie Smith. We hebben al het geld bij elkaar gesprokkeld en die man neergezet. Hij is een van de grootste jazz-Hammond-organisten van, laten we zeggen, over de hele wereld. Vergelijk hem met een Toet Stielemans, maar dan op het Hammond. En die komt hier naar Dordrecht, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja. En nu maar hopen dat de mensen niet door het slechte weer weg zullen blijven.